En ik heb hem nog maar net. Holy shit. Hoeveel HP had ik? Hoeveel HP? Yo kijkers van Van Kerkhof. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag zit ik op Fruske Games. En heb ik iets origineels bedacht. Ik ga een 1v15 doen. Hier staan 15 spelers. En dat houdt in, ik ga ze dus allemaal proberen te killen. Maar ik heb 3 levens en zij maar 1. Plus ik mag kiezen wie ik als eerst 1v1. En dan hoop ik zo ver mogelijk te komen. Dus jongens, zijn jullie daar klaar voor? Dus ik kies uit wie ik als eerste fight. En hopelijk pak ik zoveel mogelijk kills. Als jullie mij 3 keer gekilled krijgen, heb ik verloren. En als ik jullie allemaal 1 keer kill, dan, als ik je kill, dan ben je gewoon al dood. De winnaars die overblijven, die laat ik nog uitvechten. Dus de mensen die mij nog killen. En ik ben dood, die laat ik dan nog uitvechten. En de winnaar daarvan, die krijgt een special rank op mijn Discord met event tag. Want niet veel mensen, maar 1 iemand heeft die. Dus dan ben je de 2e die heeft. Geen problemen. Oké, we gaan dus tegen Buttworker. Nou, ik heb dus gehoord dat het echt een god is. Dus dat moet ik ook natuurlijk even testen. En we hebben hem. Alright jongens, mijn eerste kill is binnen. Jij. Dus ik hoop dat ik jou ook kan killen. En daar gaan we nu achter komen. Oké jongens, daar gaan we dan. Oké jongens, tweede kill is binnen. Voor de mensen die dood zijn, je kan slashback Gerlof doen. Dat kan, is toegevoegd op de server al een hele tijd terug. De volgende die ik ga fighten is Frosty Kills. Wordt dit mijn 3e kill? En we hebben hem alsnog. Oké, dat was een beetje clutch. Maar we hebben hem wel. De volgende die ik ga fighten wordt Jordi May Combo. Hopelijk wordt dit mijn 4e kill. Oké, kom terug. Niet in het publiek gaan, die kant op. Alright. Let's go. Kom op. En we hebben hem ook. Laten we even deze kant op gaan. Niet bij het publiek. Alright. Let's go. En die hebben we ook heel netjes gekilled. Alright. De volgende die ik wil fighten. Wordt Dion. Dus dat gaan we ook zeker doen. Niet te veel dicht bij het publiek, Dion. Als je een beetje rekening mee kan houden. I know, we zitten in fight. Maar we hebben Dion dus ook kunnen killen. Alright. Alright, hopelijk kan ik hem hier killen. Ik hoef dus zelf nog niet eens lava te gebruiken, of... Ik weet niet, ik heb het nog nooit. Ik hoef het nog niet hoeven te gebruiken. En ik heb Skylar Green ook gekilled, oké. Kies mij even snel, ik moet... Oké, kom maar. Dan kunnen we dat doen, kom maar. Even niet, oh, hij moet pissen van tevoren, alright. Kobe wil... Oké, Kobe, let's do it. Alright, hij heeft mij wel goed gelavaat. Oké, niet in het publiek hier. Ga even terug. Moet even oppassen. Oké. Alright. Goede combo's op Kobe hier. Ook nog wat crits gedaan dat zijn gapple effect meteen weg is. En die gapple effecten zijn ook al weg als het goed is. En nu moet hij zijn 3e gapple eten. Oké, die lava is gemist. Maar hij zit toch in een hoek. Dus dan... Daar moeten we toch nog het voordeel mee pakken. Oké, nu zorg ik even voor afstand. Want als het goed is, is hij out of gaps. Alright, volgens mij... Oké, dat is dus de laatste. Dan neem ik voor de zekerheid nog 1. En dan is het, als het goed is, een secure kill. En dat is het ook. Alright, good fight, Kobe. De volgende die ik wil gaan fighten. Jongens, ik heb nog steeds met 3 levens. Ik ga voor afdrogen. Hij is heel goed in sumo.
Maar hij is best wel hard gekilled. Dus, ja. Dat, je kan goed zijn in sumo. Maar build utility is heel anders. Alright, GG man. Alright, Fetchcore, good luck. And let's do it. Oké, dat zijn goede combo's. Maar die gaan we ook zeker teruggeven. Alright. Het grote punt is dat ik veel meer gapples heb. En ik weet niet wat die staff member doet. Oké, we gaan even een gapple eten. Ja, lekker boys. Je mag die gapples trouwens niet oppakken die daar liggen. Ik pak ze ook niet op. Alright. Gaan we nu weer even voor een gapple. Dit zijn leuke trades. Hij komt ook maar niet bizar erg of zo. Dus als ik gewoon gapples blijf eten, dan moet er geen probleem zijn. Oh, daar deed hij best lang over lava plaatsen. Ah, die miste ik, die lava. Alright. Nou, de staf hier heeft totaal geen vertrouwen in mij. Daar gaat geen niks, zegt hij al. Maar we hebben fresh coral nog. De volgende die ik wil fighten wordt toch Refar. Dus een helper. Dus succes. Ik hoop niet dat hij shit heeft ingespand gekregen. Zie ik ze nog wel voor aan. Alright, Refar. Let's go. Oh shit, mijn hele inventory zit vol met water en lava. Even die kant op. Alright. Niet Murly killen. Alright. Goede combo's op Refar. Lava gehit. Ik laat hem gappen. Hij liet mij zo net ook gappen. Oké, laten we hier wel blijven. Alright. Als het goed is, was dat zijn laatste gapple. Refar is echt niet slecht. Alleen, ik snap niet hoe die had verloren in die Red Rover. Good fight. En ze denken al, ik kies ze als laatst voor een reden. Dus dat wordt een grote uitdaging. Alright. Toggle Shake is zeker niet slecht. Dat zie ik meteen al. Maar, ja. Het wordt wel wat. Ja, is geen probleem, Refar. Alright. Dat is een goede hit. En we hebben hem. Alright, GG. Alright jongens, we hebben nu nog 3 mensen staan. Infinus, Oefa en Zane. En Zane heb ik ook al een paar keer eerder verslagen in Red Rovers. Alleen, hij is wel redelijk oké in no debuff, maar die versla ik ook nog wel. Maar ik ga toch eerst voor Sam. En ik weet dat dat Sam Lee is, dus... Ja. Oké, kom hier in het midden. Alright, hij heeft mijn eerste leven weggehaald. Ik heb dus nog 2 levens over. Ik heb dus nu nog 2 levens. Alright. Nou, die buff wint hij van mij. Maar ik denk dat hij in build utility helemaal niet zo... Ja, ik denk dat hij echt een no debuff speler is. Alright, ga ik nu gappen. Even die absorption eraf schieten. Ik wil best een bow battle aangaan, maar ik weet niet of het zo slim is. Ja, die sword hits. Alright. Oké. Okay. Even naar het midden gaan. Ah. Hij heeft me toch een partij nieuw creatief, hé. Niet normaal. Kom op. Oké. Okay. Zo.
Kijk, hij zet de pressure. Wij kunnen het ook wel. Come on. Oké, dat was dus zijn lava. Oké. Waarschijnlijk. Oh, hij plaatst niet nog een keer lava. Lastige trades hier met Zane. Maar ja. Hij heeft me toch wel een keer gekillt, snap je? Dus dat is toch wel iets. Dus ik hoop niet dat het hem nog een keer gaat lukken. Ik denk het eerlijk gezegd. Kijk, het wordt close. Het wordt close. Dat sowieso. En ik heb hem nog maar net. Holy shit. Hoeveel HP had ik? Hoeveel HP? In principe ben ik nu fucked up, want hij, ja. Ik kan wel mijn gapples eten, maar dan kreeg hij door, ben ik ook dood. Alright. Dan mag nu Oefha tegen Infinis tegen elkaar fighten. Volgende special rank op mijn Discord. Dus, succes. Je moet het doen met de spullen die je hebt. Dus, Alright, Infinis geeft hem gapples. Alright, ik ben heel erg benieuwd wie deze fight gaat winnen. Alright, Infinis. Nou, hij speelt best goed. Alright. Oefha, wel opletten, anders neem je damage. Oké, Infinis, dat zijn echt harde streeps. Dat zijn gewoon streeps die raken 5 HP of zo bij je kwijt. Oké. Lava heeft hij geraakt en Infinis zit toch in een hoek. Maar hij was low, dus het is wel lastig. En Infinis, dit zijn echt harde klappen, man. Dat is gewoon echt kut om te krijgen, gewoon. Oké. Dit wordt een hele lastige, jongens. Dit is een special rank op mijn Discord. Die kan je alleen winnen door events en echt last. Die zijn echt heel moeilijk te krijgen. Dus ik ben echt benieuwd. En aangezien we bijna 1000 members hebben, dan is dat toch wel lekker om zo'n rankie te krijgen. En Infinix. Oké, we zijn met zo close. Hij blijft ook maar doorcomboen, maar Oefha. Alright, het was een ware tegenstander, Oefha. Maar Infinix heeft toch gewonnen en die zal een event rank op mijn Discord krijgen. Event winner. Het is Sam Lee. Hij zegt, het is niet zomaar iemand. Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker geen like te droppen. Ook geef ik nog een Optifine cape weg. Dus, let me know. Tot de volgende video. Later.